Hoe ontstaat nou een paniekaanval? En hoe kun je er weer voor zorgen dat jouw paniekaanvallen verdwijnen? Nou, dat ga ik je in deze video uitleggen op een simpele en korte manier. Mijn naam is Nick de Waard en ik ben specialist op het gebied van paniekaanvallen en burn-out. En wees gerust, ik ga in deze video geen moeilijke vaktermen gebruiken zoals de amygdala, het sympathische en het parasympathische zenuwstelsel. Want daar begrijp je uiteindelijk waarschijnlijk veel minder van. Ik ga je gewoon in simpele Jip en Janneke taal uitleggen hoe het nou komt dat je paniekaanvallen ervaart. Iemand die paniekaanvallen ervaart, ervaart te lang te veel stress. En we kunnen stress ervaren vanuit ons werk, vanuit onze relaties. We kunnen ook stress met ons meebrengen door middel van onverwerkte trauma's uit het verleden. We kunnen stress ervaren voor geld. Nou, er zijn een heleboel factoren waar we stress van kunnen ervaren. En iemand die te lang te veel stress ervaart, heeft uiteindelijk een grote kans om een paniekaanval te krijgen. En dat komt door het volgende. Je kunt het misschien het beste zien als een ballon dat je opblaast. Het ballonnetje is eerst zo klein. Ik heb er voor het gemak maar even een ballonnetje bij gepakt. En dat maakt het wat visueler. En misschien kun je je voorstellen dat wij dit ballonnetje zijn. Een beetje oneerbiedig, want we zijn natuurlijk veel meer dan een ballonnetje. Maar het is even om het wat visueler te maken. Wij, onze mind, ons systeem, zijn dit ballonnetje. En dan moet je je voorstellen dat elke keer als ik straks een beetje lucht in dat ballonnetje blaas, dat stress is wat we tot ons nemen. En je kunt je misschien voorstellen dat dit ballonnetje een bepaalde hoeveelheid lucht tot zich kan krijgen voordat het knapt. En net als wij kunnen maar een bepaalde hoeveelheid stress tot ons krijgen voor een bepaalde periode voordat ook wij knappen. Dus moet je maar eens voorstellen, kijk maar eens. Nou, zoals je ziet zit er nu dus al een beetje stress, een beetje lucht in de ballon. Maar dit is nog wel redelijk te doen, want de ballon die gaat niet knappen. Als de ballon nu tot ontspanning komt, dan, dit gaat een beetje gek klinken, komt er een beetje lucht uit en kan de ballon weer wat meer ontspannen. Maar als ik keer op keer stress zonder ontspanning. Nou, je ziet al, de ballon die staat nu al op knappen. Als ik nu niet het lucht, oftewel de stress, uit de ballon haal, dan hoef ik nog één keer te blazen en dan knapt de ballon. En zo werkt het ook met ons dus. Wij kunnen stress ervaren in ons leven, dat is helemaal niet verkeerd. Maar als wij te lang te veel stress ervaren zonder dat we daadwerkelijk mindful ontspannen, dan knappen wij ook op een gegeven moment. En dan ontstaat er een paniekaanval. Want als we te veel stress ervaren, dan gaan organen het minder goed doen. Dan gaat je mind het minder goed doen. En dan gaat het bepaalde linkjes leggen die helemaal niet waar zijn. Zo kan het bijvoorbeeld de emotie angst kan het gaan koppelen met het huidige moment. Ik weet nog heel goed dat ik onder de douche stond, een aantal jaar geleden, toen ik last had van paniekaanvallen, dat ik echt de doodsangst had om door het doucheputje heen te spoelen. En dat is wat die mind op een gegeven moment kan gaan doen. Hij kan al die rare linkjes gaan leggen. Maar dat komt dus allemaal omdat we te lang te veel stress gaan ervaren. Nou, en hoe kun je dit nou vervolgens oplossen? Dat leg ik je uit in de volgende video.